Aan het einde van elke aflevering van Hoe maakt u het, gaan we de keuken in. Dat doen we met Jacob-Jan Boerma, sterrenkok, jawel. En Nicky Auborg van Boer Genie. En dan om met de dames te beginnen, Jacob-Jan, sorry. We gebruiken jullie apparatuur. Kan je iets meer vertellen over wat voor soort apparatuur jullie allemaal hebben? Het zijn kwalitatieve producten, maar voor iedereen. We willen graag betaalbaarheid voor iedereen. En waar je makkelijk gezonde producten en gerechten mee kan bereiden. Ja, precies. Nou, goed. En die gerechten die ga ik niet maken, want daar ben ik heel slecht in. Maar jij heel erg goed, hè? Je bent een sterrenkok. Het gaat erom dat je een smaak creëert, hè, of een combinatie maakt die net anders is dan bij de buurman. Ja. Maar wat is er nou nog leuker om eigenlijk iets voor thuis te creëren, dat je thuis ook stiekem een beetje een sterrenchef bent. Ja. Dat is het leuke. Nou, dat gevoel willen wij natuurlijk graag overbrengen, zodat u thuis ook iets kan maken en kan zeggen van ja, nee, dat heb ik nog van Jacob-Jan Boerma geleerd. We gaan de juicer gebruiken en die is ontworpen door een kind, hè? Eigenlijk bedacht door mijn zusje, Lotte. Dus hij heet ook de Lotte Juicer. Okay. Ze vond het altijd een beetje vervelend dat ze glaasje voor glaasje moest persen thuis en geknoei. Dus zij dacht, ze heeft een tekening gemaakt met een juicer met de motor erop, glaskan eronder, zodat je in één keer een glaskan perst. Als je het eraf haalt, kan je iedereen in één keer uitschenken. Iedereen kent dit. Ja. En toch ga ik er iets mee doen waardoor iedereen een leuke tip, een gimmick voor thuis krijgt. Maar ik ga laten zien dat je deze ingrediënten kunt gebruiken met een toevoeging. Want dat is eigenlijk mijn gimmick een beetje. Hè? Door gewoon een aantal vruchten open te snijden. Nou, ik vind de mandarijnen beginnen in november, dus we moeten gewoon mandarijnen gebruiken. We willen sinaasappel, omdat sinaasappel ook gewoon een... Ja, het hele jaar door, maar ook in de wintermaanden eigenlijk het allerlekkerste is, gek genoeg. Nou, de kunst is dat je niet te hard perst. Want? Ja? Nou, gewoon, dan haal je het maximale eruit. Kijk, en als je een beetje met je vingers speelt, verlies je zo min mogelijk product. Druk je harder trouwens, dan roteert hij de andere kant ook op. Dat is wat het apparaat ingebouwd heeft. Dat is een, ja, precies. Ja. Dan gaat hij dus alle kanten op, dat hij alles meepakt. Nou, ik doe er ook wat mandarijn in. In al mijn gerechten zit een vorm van citrus. Want? Ik vind het licht, ik vind het zuiver. Voor mij is het erotiek op het bord, de geur, de samenstelling ervan. Maar je proeft het niet altijd weer. Dus ik voeg het toe, zonder dat je eigenlijk door hebt dat er citrus in eten zit. Het geeft finesse. En daarom is citrus een hele mooie basis om iets mee te doen. Met name citroenen, limoenen en combava's. Combava's zijn eigenlijk een beetje een limoenachtig product. Dat enorm etherisch is. Ja, en ik vind dit, maar dat is dan gewoon, het is zo simpel. Ja. Maar als het vers is, is het toch een beleving. Ja. Tuurlijk kun je gewoon jus d'orange drinken. Je kan gewoon mandarijnensap drinken, grapefruit, rode grapefruit. Maakt eigenlijk niet uit. Wat nou als je dit gaat combineren met bijvoorbeeld een biologische groentesap? Dan krijg je dus eigenlijk een smaak, heb je groente, gecombineerd met fruit. Anderzijds kun je ook, en dat doe ik nu, heb ik hier een biologische bessensap, om een beetje een gimmick te maken. Ga ik dus dit toevoegen, we hebben hier voor het visuele beeld een hele andere sap. Stel, je hebt visite, je ontbijt met ze, en 's morgens begin je met dit. Dan denken jouw gasten wellicht, wat is dit? Lekker. Mijn persoonlijke gimmick is om net even een heel klein beetje te accentueren door smaak. Het is zo'n leuk product en eigenlijk is die origineel bedacht door mijn zusje met een pershendel, wat het eigenlijk nog makkelijker maakt. Dus er komt een nieuwe versie van. Dit is de eerste keer, even een beetje wennen aan elkaar. De ochtend, het ontbijt, maar we gaan natuurlijk ook nog naar de lunch en naar het diner toe. We moeten volgende week gewoon weer kijken naar hoe maakt u het.